De gemeente Horen heeft de begroting voor 2015 bekendgemaakt. De gemeente gaat zelf flink bezuinigen in haar eigen organisatie. Nou, de belangrijkste bezuiniging als het gaat om de bedrijfsvoering van de gemeente, die zit erin dat een aantal taken die wij nu nog zelf doen, die gaan over naar een andere organisatie. Het gaat bijvoorbeeld over taken op het gebied van veiligheid. Die taken die gaan over naar de veiligheidsregio. En ook taken die we nu nog hebben op het gebied van het verlenen van bijstand, die taken die gaan nu naar de nieuwe organisatie Werkzaam. En dat betekent dat er heel wat mensen overgaan van dit huis naar een andere organisatie. En dan moeten wij hier intern bezuinigen, omdat er dan bijvoorbeeld bureaus over zijn, computers over zijn. Ja, dat noemen wij desintegratiekosten. En voor een heel groot deel worden die desintegratiekosten meegenomen in deze bezuiniging. Een groot deel van de bezuiniging komen ook uit de Poort van Horen die niet doorgaat. Ja, dat klopt. De autotunnel is uit de plannen geschrapt. En dat betekent dat het totale plan flink goedkoper wordt. En dat betekent dat we bijvoorbeeld voor 2015 2,8 miljoen minder aan uitgaven hebben aan de Poort van Horen. En ook in de komende jaren blijft dat een vermindering in de uitgaven. En dat levert dus ook een bijdrage aan die bezuiniging van 8 miljoen voor het komende jaar. Ondanks het bezuinigen gaat er ook geïnvesteerd worden. Ja, dat klopt. Ik vind het heel erg goed dat we naast al die bezuinigingen ook genoeg ruimte overhouden om te gaan investeren. Een belangrijke investering is bijvoorbeeld in het onderdeel herstructurering. We gaan aan de slag met plekken in de wijk die een opknapbeurt kunnen gebruiken. Ander onderdeel van ons investeringsplan betreft bijvoorbeeld het stadsstrand. Daar waren natuurlijk al heel vaak plannen voor gemaakt. Nu komt dat echt in de stroomversnelling. Mijn collega Tap is daar heel hard mee bezig. En voor het jaar 2015 hebben we daar ook 3 ton beschikbaar voor gesteld. En dat blijft de komende jaren ook zo. Dus dat is structureel nu geregeld in de begroting. Een ander punt wat ik erg belangrijk vind is het aan het werk helpen van mensen. Extra geld hebben we beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld omscholing te financieren, om ondernemerschap te kunnen ondersteunen, om bijvoorbeeld 55-plussers en jeugdige werklozen een steun in de rug te geven. Dus daar hebben we in totaal voor 2015 6 ton beschikbaar voor gesteld. De gemeente krijgt meer zorgtaken, maar iedereen die nu zorg heeft, behoudt dat in 2015. Ja, de mensen die nu zorg krijgen, daarvan hebben we de afspraak gemaakt, die behouden ook de zorg. We krijgen wel minder geld van het Rijk. Er zit een bezuiniging op het geld dat we van het Rijk krijgen, naar ons toe komt. En daarom ben ik ook heel blij dat we die 6 miljoen euro als soort van achtervang, als zachte landing beschikbaar hebben. De gemeente gaat ook investeren in kunst en cultuur samen met de inwoners van de stad? Ja, dat klopt. Voor kunst en cultuur en erfgoed en monumenten en stadspromotie, dat totale cluster, daar is 2 ton per jaar voor beschikbaar. Als je het hebt over kunst en cultuur, dan vinden wij het heel erg belangrijk dat we dat nog meer promoten. Dat we eigenlijk nog meer inwoners en bezoekers kunnen genieten van alles wat zo mooi is in Horen. Om het zeg maar echt weer meer beleefbaar te maken.